Op het nieuws vandaag aan de borden van het Hoordense Meer. Maar dat doe ik omdat Martin Koeman hier woont. En Martin Koeman is de vader van Ronald en die is de vader van Erwin. Dus die is uh, volop in het nieuws geweest. Dus wat dat betreft was ook deze week de keuze weer heel gemakkelijk. En uh, Martin, eerst even, uh, het, het meest actuele nieuws: gaat, uh, gaat Erwin uh, naar uh, Wilm 2? Nou, het zal eventueel een mogelijkheid kunnen zijn. Ik heb hem net gebeld en ik moet hem hebben. Maar ik kan hem niet bereiken. Je weet dus nooit wat er aan de hand is. Zal met het zaakwaarnemer. Nou ja, die is net terug uit Valencia, dus het zou kunnen. Ja. Hé, hey, uh, jou, jouw andere zoon Ronald, die heeft gezegd: van uh, een paar keer in je leven komen er dingen voorbij. Dat moet je doen, daar kun je geen nee op zeggen. Dat was Valencia. Dan denk ik bij mezelf: aan de ene kant begrijp ik het, aan de andere kant is dat nou een, een, een reden geweest om bij PSV weg te gaan, om je contract te verbreken. Ja, dat is een onderdeel daarvan. Kijk, uh, dat heb je natuurlijk, het afgelopen jaar heb je zich ook wel wat afgespeeld. Maar wat ik weet en waar we het regelmatig over hebben, dat is dus, dat is gewoon zijn tweede vaderland Spanje. Dus als hij dus een kans zou kunnen krijgen, het zij bij uh, Valencia of, of Barcelona, ja, daar zou hij alles voor, voor in het werk stellen om, da om dat te doen. Ja, maar hij, 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 hij staat onder contract bij PSV. Daar heb je helemaal gelijk in. Daar ben ik helemaal met je eens en ik denk ook dat zijn in Eindhoven daar... Ja, niet ik, echt blij mee zijn. Nee, niet blij mee zijn. Maar ik kan, ik kan me dat wel voorstellen. Aan de andere kant is het zo, Piet. Als hij bij, bij PSV uh, zes punten had gehad in deze wedstrijd, dan had hij ook weg geweest. Ja, maar hij hoeft het niet om het geld te doen. Dat is ook niet, dat is ook niet, de, dat is ook niet de reden geweest, denk ik, toch? Het zal niet de hoofdreden geweest zijn, maar uh, dat andere wat ik je dus al gezegd heb... Ik ben zelf mee geweest, dus en, uh, ik heb hem dag, uh, een paar dagen geobserveerd in het uh, prachtige, uh, prachtige, ja. prachtige Valencia. Ja, je met, met, het er helemaal af aan. Met, met, <laughs> met oogjes. Ja, met 24 <laughs> graden. En dat je lekker in het zonnetje zit. Hij zegt, pa, hij zegt, dit, dit is het leven. Hè? Dit ja, is hè? het leven. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar, maar is, 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 is hij er zelf wel mee bezig geweest? Heeft hij er zelf al over nagedacht dat hij, dat hij dacht van: ja, Valencia, dat is voor mij eigenlijk het, het, het ultieme, maar toch kan ik PSV niet in de steek laten? Ja, goed, dat hebben we wel meegespeeld natuurlijk. Maar uh, van de zomer had Valencia al gebeld. Van het begin van het seizoen. Om eventueel de contacten te verbreken. En toen, was het dus, toen waren ze bij PSV niet zo. Uh... Niet zo positief over hem. Dus toen, uh, ja, dat is natuurlijk niet doorgegaan. Nee. Maar in de loop van de maanden heeft die voorzitter regelmatig he, heeft contact gezocht met Ronald. Ja, en op een bepaald moment zegt Ronald, ja, als het nu zover is de, en, en het is mijn kans, uh, dan probeer ik, de, probeer ik dus uh, weg te gaan bij PSV. Denk jij dat het ook meegespeeld heeft, die, die, die fricties van het seizoen daarvoor, dat, die, dat, die, dat, dat, dat het toen allemaal niet lekker zat tussen hem en de voorzitter? Ik denk wel dat het misschien een kleine rol meegespeeld heeft, maar die, dat is absoluut niet de hoofdzaak. Nee, maar alles want, want ik bedoel, maar dat, dat is uitgesproken. En natuurlijk blijft er wel wat zitten, maar uh, ik denk niet dat hij zo kinderachtig is om daar... te om da nee? Daarover... nee, ik denk het niet. Maar is dat vergeven? Ik denk dat het vergeten was. We vergeten niet. We vergeten niet. Wel vergeven, maar niet vergeten. Nee, maar ik bedoel, stel dat er nou helemaal niks was gebeurd en hij was probleemloos kampioen geworden. Was, die fricties waren niet geweest. Denk je dat hij dan alsnog had gedaan? Ja, ben je, ja ik ben ervan overtuigd dat hij. Absoluut nog had gedaan. Ja, en dit, dit is voor hem ook de kans om. Want ik had het net eigenlijk over het ultieme voor, voor, voor jouw zoon. Maar het ultieme voor hem is natuurlijk Barcelona. Hè? Ja, maar goed. Daar kan je dus niet op wachten. De risico's kan je niet nemen. Maar als je dus nu in Spanje zit. Ja, ik denk dat er toch nog eens een keer. Hoop ik tenminste zelf, maar hij natuurlijk ook, dat hij nog eens een keer richting Barcelona zou Dat komt ervan, hè? Ja, dat kan je nooit van tevoren zeggen. Maar hij hoopt het in ieder geval wel. Heeft Ronald nou aan de ene kant karakter getoond of heeft hij juist geen karakter getoond door, door te gaan? Ja. Hij weet natuurlijk dat hij de hele Nederlandse voetbalwereld over zich heen kan. Ja. Na de Katen nu weer in trainen. Ja, ja goed, dat, dat kan zo wezen, maar ja. Ik denk dat hij uh, aardig aardig mee, mee, mee om kan ja. gaan. En hij is hard genoeg. Dat was hij in het voetbal ook. En in deze beslissing is hij dat ook. Hey, hoe is het is gegaan? Kun jij, kun jij er iets over vertellen? Dan op het moment dat, jullie, uh, dat, het, dat het rond was, jullie zijn met, jullie zijn met een, uh, een vliegtuig naar Valencia gegaan. Hoe wij gaat zoiets? Uh, We zijn met een Jet vanaf, een jet? Een jet vanaf Schiphol. <laughs> niet meer dan zes personen. Dus er hoeft niet zoveel wie mensen zijn mee. We zijn daarin, hè, maar. wat je? Uh, daar zat de zaakwaarnemer in, daar zat uh, de assistent-trainer in, daar zat zijn vrouw in en daar zat hij zelf in. En, uh Ondergetekende ja. zat erin. Ja, en ja. ook dus. Ja, dus ik zeg dus uh, ja, de ja, ja, ja. assistent trainer. Ja, ja, ja. Assistent -trainer. Ja. Hey, en, en, en Dan, hoe moet ik me dat voorstellen? Jullie, jullie staan in op, op Schiphol, jullie de, de, een uurtje of twee vliegen en dan kom je aan. Twee uur en vijf minuten en dan zit je in Valencia. Ja, ja. En, en, en toen? Ja, nou ja, als je dan uh, eruit komt en je ziet ineens een, een stukken 40, 50 uh, fotografen en uh, persmensen. Ja, ja ze dan, weten het toch Dan is, het, dan is, het, dan is het hectisch. Ja, ja. Is het ja. hectisch. Hey, en en is, is het dan elke keer weer voor een vader? Is het, dan, is het dan elke keer weer trots? Ja, tuurlijk. Natuurlijk is het trots dat ik bij de persconferentie zit en ik kom een paar mensen tegen uit Spanje die ik dus ook wel eens eerder gezien heb bij Barcelona. Ja, dan is het leuk en dan ben ik daar trots op. Nou, meer dan leuk hè? Ja, natuurlijk is het leuk als hij daar uh, alles te, te woord staat in het vloeiend Spaans. Nou, natuurlijk ben je daar trots op. Hoe moet, hoe moet ik dat nou voorstellen? Die die jij zei die, die speelden al nou een periode met Valencia. Is het dan ook zo dat Ronald jou belde en zegt van pa, moet ik het wel doen? Nou, daar hebben we het wel over gehad. Wat zei jij dan? Dat ja, zegt... maar goed, uh, <laughs> ik zeg. Uh, er zijn niet veel kansen in je leven. Dat heb ik ook gezegd, dus dat hij, toe, dat hij 17, 18 jaar was, dat hij naar IJs kon. En dan heb ik ook met Erwin over gehad dat hij naar AS kon. Ik zeg, er zijn dingen die komen je niet veel voort. Kansen in je leven krijg je niet veel. En als je een kans krijgt en je staat erachter, moet je hem pakken. Ja hè? Ja. ja, ja. Maar, en, en, maar ik, dat, dat, is, dat is denk ik wel voor bijna iedereen begrijpelijk. Maar aan de andere kant, dat PSV hè, wat hij achterlaat ja, nee. uh, PSV in cruciale fase alweer van de competitie op Europees niveau. Ja. Uh, en, 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 van het een op het andere moment ja, uh, is hij weg. Ja. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja. Dat is nou helemaal zo. Ja, jij praat er heel nuchter over. Ja. Maar je, je hoort ook steeds van, en, 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 en daar baal ik een beetje van, je, dat is inherent aan de voetballerij. Ja, maar Dat is goed. te makkelijk toch? Dat, dat vind ik wel, dat wordt op de tv ook gezegd, Het inherent aan de voetballerij. Piet, je weet net als ik, ik, ik zit in een jaartje of veertig bij, ja. bij FC Groningen. Ik heb het ook een keer of drie, vier, dat ik dus uh, bij de club zat, dat ik het overgenomen heb. Ik heb van dichtbij natuurlijk wel zes, zeven trainers in een tijd, tijdsbestek van tien jaar weg zien gaan. Dan praten we dus over 10, 15 jaar terug. Is het nog net zo hetzelfde op dit moment? Ja, 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 ja. ja. Hey, uh, uh, ik, ik zei in het begin van het gesprek: dat is het meest actueel, hè? Want er werd dus al over gesproken. Hij heeft nu, hij heeft nu definitief gezegd van dat hij het niet meer gaat doen. Die, 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 die van Wijk, die trainer van Wilm II. En dan denk ik bij mezelf: ja, is dat nou, is dat nou voor Erwin? Is dat nou een club om naartoe te gaan? Van Feyenoord nu ben je naar zo'n club in de Soros? Ja, moet je luisteren. Wat zeg jij, nee, wat zeg is... jij dan als pa? Niet ik... doen, jongen. Nee dat, is, nee, dat zeg ik dus niet. Ik, dat, moet, dat, gaat, dat, dat is op je gevoel. Erwin is een uh, andere persoon als Ronald. Erwin is een persoon als uh, zo'n club. En die zou dus eventueel bij hem komen. Hij heeft nu een halfjaartje zeg maar, dat hij dus uh, vrij geweest is. Hij is weer helemaal fris in de kop. Uh, het is Tilburg. Hij woont in Eindhoven. Ja. Uh, als hij die kans zou krijgen, denk ik... Want ik heb hem nog ineens gesproken nee. vandaag. Denk ik dus nou, dat hij het wa waarschijnlijk wel zou doen. Maar het is natuurlijk geweldig geweest als jij het nu al had geweten, hè? Dan had hij het vanavond uitgezonden. Ja, en zeg maar... ik, die vandaag zit er weer bovenop. Ja? Want daarmee zit natuurlijk ook Piet op het Ja, ja, ja Maar, maar, maar uh, op dit moment is dat, was dat vanmorgen. Tot vanmorgen ja. waar ze ja. geen wanneer, sprake wanneer van. Maar heb je voor het laatst gesproken met Erwin? Ik heb heeft gisteren ingesproken. Gisteren, avond, en ik heb hem niet meer kunnen bereiken. Nee. En ik heb je dus net gezegd: ik heb hem dus net gebeld, want ik had hem nodig ja. voor, voor andere, andere dingen. Maar ik kan hem op zijn mobiel niet krijgen en ik kan hem thuis niet krijgen. Dus het zou best kunnen ja, nee. dat hij vanmiddag redder zit. Nee, maar die boodschap op je een voicemail. Zij die toen van pa, uh, Willem II me benaderd? Nee, 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 nee. Wanneer wist, wanneer wist niet je niet dat niet dan zijn. van Willem II? Of wist je het helemaal nog niet? Ik wist van Willem II dat er sprake van was dat er wel eens wat, wat getelefoneerd was, oh. over en weer met zijn, met zijn zaak waarnemen. En dat, dan praat ik dus over, de, over een maand geleden al. Dus, ja, toen stond die man ook altijd in discussie. Ja, en, die, uh, en Erwin het uh, vrij vol, want hij is nu weer uitgenodigd door de, door de FIFA. Hij gaat 13, ja. uh, 13 dagen in december nou, naar Japan. Ik denk niet door nu. Oh, dat weet ik niet. Nou, ja, je, je weet niet wat er komt. Er zijn, er zijn meer kandidaten. Ja, hey, wat, wat, is nou, wat is nou. Dat is natuurlijk van de vader is het natuurlijk heel moeilijk. Hè? Ik bedoel, als ze tegen elkaar spelen ga je meestal niet, na, meestal niet nee, naartoe. Nee. Dan, nee. nee, maar wat is, waar, waarom is, zit Ronald nu bij Valencia? En, en gaat Erwin hoogstwaarschijnlijk naar Wilm 2. Wat is dan het verschil tussen die boys? Ja, dat is, hun aanpak van het voetbal zal niet zoveel verschil zijn. Maar ja, het is eenmaal, uh, het is eenmaal zo. Ja, ik, ik, ik kan wel zeggen. Ja, Ronald is, uh, is een man van de wereld. Is, 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 is overal geweest. En Erwin is heel tevreden hier in Nederland. Maar had Erwin ook Valencia kunnen trainen? Nee, dat. dat... Of hij het zou kunnen. Ja. Oh, dat denk ik wel. Ja, ja maar jij zegt dat is een man van de wereld en ja, Erwin niet. Ja, dat? ja, Erwin ook. Maar Erwin is dus niet in het buitenland geweest. Ja, niet verder als België geweest. Dat, is de, de, dat, dat gaat er verder dus niet om. Dat even minder is. Zo is het niet. Maar Ronald heb altijd wel uh, in, in die dingen gezeten. Van het buitenland ja. en zo allemaal. En Erwin die is die, 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 zijn, zijn levensstijl is anders. Ja. Hij, uh, hij vindt dat gemoedelijk. Als je dus nu kijkt dat hij... Dat hij uh, 46 is en hij speelt zondags nog gewoon lekker zijn wedstrijdje ja, 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 in de tweede ja, ja. klas. Het is een liefhebber hè? Een liefhebber. Maar ja, Ronald is op zijn manier ook een liefhebber. Ja, maar ik denk ja, dat Erwin maar... nog een nog groter liefhebber is van het voetbal als Ronald. Ja, wij sluiten het af hè? En dan, dan, dat is natuurlijk het gevoel van, van Ronald. Ik bedoel, het is Ronald, hij zit er in Valencia. Net zoals jij zegt, voor, voor hem toch het land van zijn dromen. En denk je toch niet dat hij af en toe wakker ligt? Dat hij denkt van, jongen, 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 heb ik, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan? Ja, dat zal hij regelmatig wel aan denken. Denk je niet dat hij heeft gedacht... Dat hij, dat hij heeft gedacht naar die nederlachting, hier in Veen hier in Veen PSV 2-1 nee. dat hij dacht van ja nee. hallo nee want uh, dat ik weggegaan ben zaterdag uh, toen heeft, toe heeft hij nog gezegd ik hoop dat vanavond dat PSV wint ja natuurlijk dat, hoop je dat, dat nee maar heel, PSV heel heeft winnen. dus verloren ja nou nee, goed dat, 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 dat zou met, met, met Ronald het misschien ook gebeurd zijn ja, misschien ook niet ja goed dat is allemaal achteraf Piet ja. Dat is makkelijk. Mijn in de voetballerij wordt er nou gezegd: zie je wel, die Koeman laat hij je PSV in de steek. Ja, dat wordt er gezegd. Dus ja, nou ja, goed. Staat die boom? Daar moet je mee leren leven. Ja? Daar zal hij, daar staat die huis boven ja, ja, hoor. Dat en dat is, dat, is, en dat, is, dat is op een bepaald moment ook gebeurd. Ja, denk ik het wel. Ja. Nou, ik, ik dank jou voor jouw openhartigheid. He, als vader, zijn, ik zag het ook, op een bepaald moment zie je het gewoon in jou, de trots. Ja, en dat is natuurlijk ook normaal, denk ja, ik. Ja, ik denk dat het vrij normaal is. Ja. Je weet zelf, ik ben heel rustig. Maar innerlijk uh, ben ik wel trots op bij, ja. bij de jongens. Er, dankjewel, Martin. Oké, okay, Piet. Ja, ik heb het ook gezegd. Ja, Martin, een, een, een no-nonsense man. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want ik denk dat het ook heel belangrijk is hoe de jongens zijn opgevoed. En, en wat je ook mag zeggen van Ronald en Erwin. Ze zijn tot de dag van vandaag altijd met beide benen op de grond gebleven.